Mocht u deze week ons dagjournaal gemist hebben, dan is hier het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week van dag tot dag op RegioNieuws TV Suriname. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Bronto Sommaartjo zegt dat zijn vertrek in oktober werd afgedwongen door vicepresident Ronnie Brunswijk. Vicepresident Brunswijk heeft op 2 oktober mijn ontslag opgeëist bij de president, onthulde Sommaartjo in een interview met DTV. De oud-bewindsman die opstapte na beschuldigingen van corruptie spreekt van politieke rancune en politieke haat die een voortijdig einde maakte aan het ministerschap. Hij ontkent dat ondervoorzitter German Legion van de personeelsbond invloed had op zijn vertrek. Hij zou 10 keer geboren moeten worden om dat te kunnen doen. Hij is ondersteund door de vicepresident. Sommaartjo benadrukt dat hij zelf het lopende kladonderzoek naar vermeende corruptie binnen zijn ministerie initieerde. Dit onderzoek is nog niet afgerond en de kwestie heeft de relatie tussen Sommaartjo's Pachaya Lohoer en Brunswijk Abob tot een dieptepunt gebracht. Beide partijen maken nu aanspraak op de vrijgekomen ministerpost van Binnenlandse Zaken. En president Santokki, momenteel op weg naar de klimaattop in Azerbeidzjan, zal bij terugkeer een besluit moeten nemen over de invulling van deze vacature. De aangekondigde privatisering van de vuilophaaldienst roept vragen op bij betrokken ondernemers. Als dit niet goed aangepakt wordt, kan het leiden tot veel vuilverbrandingen en illegale vuilstortingen langs openbare wegen, waarschuwt een vuilophaalondernemer tegenover Keynews. De regering overweegt verschillende modellen voor de privatisering, waarbij de burgers moeten gaan betalen voor de nu nog gratis dienst. En waarschijnlijk wordt de bijdrage geïnd via de stroom- en waterrekening. Een vuilophaalondernemer uit zorgen over de uitvoerbaarheid. De nutsrekeningen worden betaald op basis van meetbaar verbruik. Hoe ga je het gewicht of de hoeveelheid vuil bepalen en verwerken in een factuur? Jason Gummels, onderdirecteur van het directoraat afvalbeheer, kan nog geen details geven over het betalingssysteem. Dat hangt af van het model dat de regeringstop kiest. Hij verwacht geen toename en illegale stortingen, omdat burgers via de nutsrekening verplicht zullen zijn te betalen. De vuilophaal kost de staat momenteel ongeveer 400 miljoen SRD per jaar. En als de samenleving een handje bijdraagt, al is het niet veel, kan de vuilophaal gegarandeerd worden, aldus Gummels. Hij geeft aan dat de overheid ondanks privatisering zeggenschap houdt om prijsopdrijving te voorkomen. Het personeel van het psychiatrisch centrum Suriname, het PCS, heeft vrijdag de toegezegde loonsverhoging van 15% over juli en oktober ontvangen. En dit gebeurde na interventie van de vakbond, zo meldt ondervoorzitter Valérie Piquet. Volgens Piquet was het geld al wel overgemaakt naar PCS, maar wilde de directie dit stilhouden. Eigenlijk zou de directie het heel stilhouden, maar we zijn als bestuur erachter gaan staan en het is ons gelukt om de directie zover te krijgen om de betalingen te doen, aldus de vakbondsleider. Na een brief van het vakbondsbestuur aan de directie en de daaropvolgende gesprekken is het geld alsnog uitbetaald. En een groot deel van het personeel heeft de betaling inmiddels ontvangen op een bankrekening. Voor de overige medewerkers is het wachten op de verwerking door particuliere banken. De bond hoopt dat eind november ook de verhogingen over augustus en november worden uitbetaald. We blijven de situatie volgen. Aldus Piquet. De beschikbaarheid van levensmiddelen voor de komende feestdagen is verzekerd, maar consumenten moeten rekening houden met hogere prijzen. En hiervoor waarschuwt Arun Hindori. Hij is voorzitter van het platform Levensmiddelenimporteurs in Suriname. De prijsstijging wordt veroorzaakt door valutaschaarste. En nu cambio's en banken nauwelijks vreemd geld verkopen. Er wordt alles aan gedaan om genoeg levensmiddelen te importeren, zodat er geen schaarste ontstaat, verzekert Hindori. Hij verwacht dat de toegenomen vraag naar importproducten tijdens de feestdagen de koers verder onder druk zal zetten. Hindori ontkent dat importeurs aan prijsopdrijving doen. De importeurs gaan dan verliezen lijden en niemand wil dat, stelt hij. En hij wijst daarbij op het risico van onverkoopbare voorraad bij te hoge prijzen. Minister Raghubar Singh van Financiën ziet echter geen economische redenen voor koersstijgingen.
Hij kondigde strengere handhaving aan van de retentieregeling die exporteurs verplicht 35% van hun valuta-inkomsten om te wisselen bij particuliere banken. En deze maatregel moet de valutaschaarste verlichten. De Surinaamse rijstsector heeft dringend behoefte aan nieuwe zaaizaadvariëteiten om de productie te verhogen. En dit stelt Hirenandan Roemrouw. Hij is voorzitter van de Surinaamse Paddyboerenassociatie, de SPBA. We zitten al jaren met dezelfde rijstrassen en de ADRON doet daar niets aan, uit de kritiek op het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum in Ikeri. Volgens Roemrouw neemt de kwaliteit van rijst af door het jarenlange gebruik van dezelfde zaaizaden. Hij wijst op het gebrek aan nieuwe veredelaars en de gemiste kans op samenwerking met India voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Verzoeken aan het ministerie van LVV om een veredelaar aan te trekken worden volgens hem genegeerd. De situatie heeft ertoe geleid dat sommige boeren uitwijken naar rijstplantjes uit Guyana. En ook wordt er gebruik gemaakt van Maleisische rijstrassen afkomstig uit een project gefinancierd door de Islamic Development Bank. De Maleisische variant is de juiste om de productie te verhogen, maar de regering en de ADRON moeten er werk van maken om meer van deze variant binnen te halen. Aldus Roemrouw. De Pachaya Lahore stelt dat er geen sprake is van een coalitieconflict, maar van politieke onbetrouwbaarheid. En dit schrijft de partij in een persbericht als reactie op eerdere uitspraken van president Jan Santokki. Santokki verklaarde voor zijn vertrek naar Azerbeidzjan dat het conflict binnen de coalitie zorgvuldig en volgens principes van goed bestuur zou worden aangepakt. En in een gesprek met de communicatiedienst Suriname op 8 november gaf hij aan dat de kwestie eerst juridisch en daarna politiek wordt afgehandeld. De spanningen in de coalitie laaiden op na het vertrek van minister Bronto Sommerhartjo van Binnenlandse Zaken begin oktober. En zijn ontslag volgde na een onderzoek door de centrale landsaccountantsdienst, de KLAT, naar het ministerie. En zowel de ABOP als de PL maken nu aanspraak op de vrijgekomen ministerpost. Volgens de PL heeft Sommerhartjo zijn ontslag ingediend om de politieke druk bij de president weg te halen. En de partij bekritiseert vicepresident Brunswijk die het ontslag zou hebben afgedwongen. Sommerhartjo zelf verklaarde eerder dat zijn vertrek het gevolg was van politieke rancune en haat van Brunswijk. De PL heeft inmiddels 28 kandidaten voorgedragen voor de vakante ministerspost. En waaronder de huidige binnenlandse zakendirecteur Nasir Eskak. Wij hopen dat de president dit keer wel de politieke druk kan weerstaan van Brunswijk. Aldus de partij. Het parlement heeft dinsdag met 28 stemmen voor en 12 tegen een nieuwe wet aangenomen die dubbele salarissen voor toekomstige DNA-leden verbiedt. De wet regelt de geldelijke voorzieningen voor de president, vicepresident, ministers, onderministers en voormalige en DNA-leden. En met de aanname van deze wetten is het vanaf de volgende zittingstermijn na de verkiezingen niet meer mogelijk voor assembleeleden om dubbele salarissen te hebben, maar tegelijkertijd wordt met de afschaffing van de dubbele salarissen er een loonsverhoging van 200% doorgevoerd voor de hoge functionarissen. Dat is dus een verdubbeling. De NPS-fractie onthield zich van stemming. VHP-parlementariër Mahinder Yogi verdedigde de wet en verwees naar het verleden. Toen het goed ging in Suriname in 2010, heeft men deze zaken niet gereguleerd. En hij wees ook op het misbruik van huidige regelingen waarbij regeringsvoertuigen voor zeer lage bedragen werden overgenomen. ABOP-parlementariër Obed Kanapé benadrukte dat de wet orde brengt in een chaotische situatie. En BEP-fractielid Ronnie Assabina voegde toe dat de nieuwe wet budgettaire voordelen voor de staat zal opleveren. De NPS steunde delen van de wet, waaronder de afschaffing van de dubbele salarissen en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 55 naar 60 jaar. Volgens NPS'er Ivanildo Plein is er echter onvoldoende rekening gehouden met het gevoel van de samenleving. Fel protest kwam er van NDP-fractielid Rabin Parmisser, die de wet bestempelde als een grove belediging naar de samenleving. Hij bekritiseerde de timing,
wijzend op de beperkte loonsverhoging voor ambtenaren en gebrek aan middelen voor onderwijs, volksgezondheid en veiligheid. De regering heeft toegezegd te kijken naar de regeling waarbij regeringsfunctionarissen dienstvoertuigen kunnen overkopen en dit via staatsbesluiten aan te pakken. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 18 november weer tot 12:30 les zullen geven in plaats van de huidige eindtijd van 12 uur. De vervroegde eindtijd was sinds oktober van kracht vanwege de extreme hitte. Schoolleiders werd geadviseerd om met verkorte lesuren te werken en extra drinkpauzes in te lassen, zodat alle leerdoelen toch behaald konden worden. De maatregel was noodzakelijk omdat het bijzonder warm wordt in deze periode. Al vanaf 10 uur is de hitte voelbaar en het wordt daarbij alleen maar warmer, vertelt een leerkracht. Volgens haar heeft de aangepaste eindtijd niet geleid tot leerachterstanden. Alle lessen worden verzorgd, alleen is er een lesuur wat korter dan normaal. En nu de kleine regentijd nadert, wordt het merkbaar koeler. En dit maakt de terugkeer naar de normale lesroosters mogelijk. De aangepaste schooltijden tijdens warme periodes zijn de afgelopen schooljaar een terugkerend fenomeen geweest. Het IMF-herstelprogramma is een cruciale stap geweest in Surinamens weg uit de economische crisis. En dat stelde Maurice Roemer. Hij is governor van de Centrale Bank van Suriname tijdens een persconferentie op 12 november op het ministerie van Financiën en Planning. En de persconferentie volgde op de afronding van de 8e evaluatie van de Extended Fund Facility, het EFF. Hierbij waren naast Roemer ook financiënminister Stanley Raghubarsingh, IMF-delegatieleider Anastasia Kuchina en director André Rongaglia aanwezig. Met het programma is specifiek gekozen voor het creëren van condities voor groei en ontwikkeling, lichtte Roemer toe. En hij wees op de positieve resultaten sinds de start in 2021, waaronder dalende inflatie en een verhoogde kasreserve. Ons doel is macro-economische stabiliteit te bereiken via fiscaal en monetair beleid. Minister Raghubarsingh benadrukte de succesvolle herstructurering van de energie- en brandstofsector. Het programma was bestemd om te redden en die reddingsoperatie is gelukt, aldus de minister. Hij wees ook op de verbeteringen in de salarissen in zowel de publieke als de private sector. De recent genomen Final Investment Decision, DFID, voor olie- en gaswinning biedt volgens beide functionarissen positieve vooruitzichten voor de staatsinkomsten. Raghubarsingh waarschuwde wel dat zorgvuldig uitgavenbeleid cruciaal blijft. Ook met de FID moeten we voorzichtig en zorgvuldig blijven uitgeven. Het IMF, de Centrale Bank en de Surinaamse regering tonen zich tevreden met de voortgang van het herstelprogramma. De ingevoerde anticorruptiemaatregelen hebben volgens Raghubarsingh bovendien geleid tot verbeterde nationale en internationale credit ratings. DNA-voorzitter Marinus B. heeft dinsdag in het parlement alarm geslagen over de extreme droogte in het Surinaamse binnenland. We hebben beelden gezien van rivieren die helemaal droog zijn komen te liggen en dat zorgt voor een stukje ontwrichting van het leven aldaar, aldus B., die de regering vroeg om dringende oplossingen voor binnenlandbewoners en leerkrachten. Onderwijsminister Henri Ory meldde dat zijn ministerie inmiddels drinkwater heeft getransporteerd naar leerkrachten, maar erkent dat dit geen structurele oplossing is. We gaan binnen de regering moeten kijken naar structurele oplossingen. Antonius Poki, voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, het OBS, en zelf binnenlandbewoner, waarschuwt dat het meegenomen drinkwater voor leerkrachten onvoldoende is om het eerste kwartaal, dat loopt tot de derde week van december, te overbruggen. In sommige dorpen zijn nog wel kreken met water, maar bewoners moeten een flink stuk lopen om daar water te halen. En Poki hoopt op spoedige regenval met de naderende kleine regentijd. We hopen dat het dit keer inderdaad regent, aldus de OBS-voorzitter. DNA-leden die minder dan 50% van de parlementsvergaderingen bijwonen, verliezen voortaan hun recht op bezoldiging en toelages.
En deze maatregel is onderdeel van de nieuwe wet geldelijke voorzieningen voor hoogwaardigheidsbekleders en gaat in bij het volgende kabinet. Uitzonderingen gelden voor ziekte, staatsbezoeken en andere officiële verplichtingen. We proberen hiermee het maximale uit elk DNA-lid te halen, zegt parlementariër Kishan Ramsukul. Hij erkent dat de aanwezigheid alleen geen garantie is voor prestatie. Sommige leden tekenen alleen de presentielijst en vertrekken daarna, of blijven wel aanwezig, maar leveren geen bijdrage aan discussies of wetgeving. Er zijn voorstellen gedaan om prestaties beter te kunnen meten. Alle leden zouden bijvoorbeeld zitting moeten hebben in een commissie die wetten ontwerpt of bestudeert, aldus Ramsukul. En momenteel zijn slechts enkele DNA-leden actief in dergelijke commissies. Ramsukul wijst op de grondwettelijke bepaling dat er niet gediscrimineerd mag worden op basis van genoten onderwijs. En misschien moet er een discussie komen over opleidingseisen voor parlementariërs. Hij voegt toe dat ook niet gestudeerde volksvertegenwoordigers waardevol kunnen zijn vanwege hun kennis van lokale problemen. Als zo'n persoon niets doet voor het volk, kunnen burgers na 5 jaar voor iemand anders kiezen. Rabin Parmisser van de NDP laat in antwoord op onze vragen nogmaals schriftelijk weten het beschamend te vinden dat het parlement zich bezighoudt met dit soort zaken als deze wetgeving. 200% salarisverhoging is onacceptabel. Hij verwijst onder andere naar de ambtenaren die slechts een verhoging van 15% hebben gehad en er totaal geen tegemoetkomingen zijn voor de particuliere sector. Er is ook een totale chaos bij het onderwijs en er zijn geen middelen voor de volksgezondheid, veiligheid en zelfs vuilophaal. Er is volgens Parmisser geen sprake van bezuiniging noch synchronisatie en hij spreekt van pure hebzucht. Vanuit het parlement proeft hij weinig solidariteit met de samenleving. De voorbereidingen voor de verkiezingen van 25 mei 2025 ondervinden geen vertraging door het ontbreken van de minister van Binnenlandse Zaken. Dat verzekert waarnemend Binnenlandse Zakenminister Stephen McAndrew, die tevens minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is. Er is een ervaren top en directie aanwezig die tenminste 1 verkiezingstermijn hebben gedraaid, aldus McAndrew. Hij meldt dat er de afgelopen vrijdag al gesprekken zijn gevoerd met het ministerie van Financiën over de verkiezingskosten. Ex-minister Bronto Sommel-Hartjo raamde de verkiezingskosten eerder dit jaar op 800 miljoen SED, mede vanwege het vernieuwde kiesstelsel. En McAndrew betwijfelt of dit bedrag nog actueel is, maar benadrukt dat de verkiezingen hoe dan ook door moeten gaan. We moeten realistische budgetten hebben. Je hebt liever te veel begroot dan te weinig, om later te ontdekken dat je met een groot gat zit, stelt de waarnemend minister. De regering erkent dat de kosten zijn gestegen en zal dit meewegen bij de goedkeuring van de verkiezingsbegroting. McAndrew verzekert dat er checkpoints en processen zijn om de uitgaven te monitoren en dat de regering erop zal toezien dat deze naar eer en geweten worden uitgevoerd. Tijdens de parlementaire behandeling van de wet supplétoire staatsbegroting 2024 heeft DNA-lid Ebou Jones ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van minister Prawlad Soudan van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Jones presenteerde donderdag een reeks vermeende onregelmatigheden in die kerie. Een hoofdpunt van kritiek betreft de aanbesteding van de Arawara-sluis en volgens Jones werd dit project, dat oorspronkelijk voor 10 miljoen SED zou worden aanbesteed, na intrekking opnieuw aanbesteed voor 60 miljoen SED en toegewezen aan een ondernemer uit Kommerwijnen. De parlementariër bekritiseerde ook het watermanagement in de regio. Ondanks een investering van 1,5 miljoen US dollars in de waterinfrastructuur kampen boeren al 4 jaar met irrigatieproblemen. Jones stelde dat bij het pompgemaal Wakai werd gekozen voor de aanschaf van 2 nieuwe pompen voor 6 miljoen euro, terwijl reparatie van de bestaande 3 pompen slechts 1 miljoen euro zou kosten. En daarnaast bracht Jones de verdwijning van 7000 liter dieselbrandstof aan het licht, die bestemd was voor de pompen. De officiële verklaring dat het transportvoertuig in een goot zou zijn gekanteld, werd door hem in twijfel getrokken.
Jones beschuldigde de minister verder van voorkeursbehandeling, waarbij alleen wegen naar landbouwgronden van personen gelieerd aan LVV-topfunctionarissen werden onderhouden en van irrigatiewater voorzien. VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayardin verwierp de beschuldigingen en daagde Jones uit om met bewijzen te komen. In het Surinaamse parlement is donderdag fel gedebatteerd over het voornemen van de regering om via staatsbesluit de maximale oppervlakte van grondconversie te verhogen van 2500 vierkante meter naar 2 hectare. NDNA-lid Ronnie Assabina uitte scherpe kritiek op het voorstel tijdens de behandeling van de wet supplementaire staatsbegroting 2024. We houden uitverkoop van onze gronden, waarschuwde hij. Volgens Assabina wordt het parlement gepasseerd en zal de maatregel leiden tot grote structurele ongelijkheid in de samenleving. En ook NPD-parlementariër Rabin Parmisser verzette zich tegen het besluit. Hij benadrukt dat de maatregel in strijd is met artikel 2.2 van de grondwet, waarin staat dat de staat geen grondgebied mag vervreemden. En collega Melvin Bauva pleit voor een brief aan de president om het proces te stoppen. Niet alle parlementariërs delen deze zorgen. Cedric van Samson van de VHP wijst erop dat al meer dan 4000 mensen gebruik hebben gemaakt van de grondconversie. De vraag is groot en we zitten hier voor de belangen van het volk, aldus van Samson. De conversiekosten bedragen momenteel 25 SRD per vierkante meter. En critici stellen dat vooral rijken en buitenlanders hiervan profiteren, omdat zij als enige grote stukken grond bezitten. De rechtbank is woensdag begonnen met de behandeling van een grote drugszaak tegen 10 verdachten uit Kommerwijnen. En de zaak houdt verband met de vermissing van 2 zakenpartners en een onderschepte cocaïnelevering van 1400 kilo in Frans-Guyana. De verdachten worden vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en overtreding van de vuurwapenwet. Centraal in deze zaak staat de verdwijning van de zakenpartners Eddie Salimin Kounami, bekend als Alex, en Mohamed Shamir Homaro, bekend als Sam, die sinds 25 mei spoorloos zijn. Op de dag van hun verdwijning zouden de 2 mannen een bezoek hebben gebracht aan de Nederlandse verdachte Delano Eddie B., die in Nederland bekend staat om drugshandel en witwaspraktijken. Hun verdwijning wordt in verband gebracht met een mislukte drugstransactie, waarbij 2 dagen eerder een grote partij cocaïne werd onderschept door de Franse opsporingsdiensten. Onder de verdachten bevindt zich Saskia S., echtgenote van de vermiste Kounami. Uit vrees voor het leven van haar man deed zij bij de politie uitgebreide verklaringen over het criminele netwerk. De rechtbank heeft bepaald dat begin december wordt gestart met het horen van de getuigen, waaronder Saskia S. en de politieinspecteur die het onderzoek leidde. En tot zover ons weekoverzicht. Wilt u nieuws melden? Dat kunt u mailen naar onze redactie. Dat is suriname@regionieuws.tv, maar het kan ook via WhatsApp naar het nummer 06 1970 2510. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht, een heel fijn weekeinde, maar blijf vooral gezond.